plaats dat je voor een amateur muzikus op ongekend hoog niveau kan musiceren. En daarnaast dat het NSO natuurlijk geweldig gezellig is. Dat ze iets doen wat studenten anders bijna nooit de gelegenheid hebben, namelijk hele grote orkestwerken uitvoeren onder leiding van hele enthousiaste dirigenten en met vaak jonge solisten. Je kunt het bedrijf benaderen voor een lunch, voor een concertsponsor, voor een co-sponsor, voor andere sponsoring in natura. En dat is heel breed. Kun je denken aan pauken die gesponsord moeten worden of aan de verblijven zomeren waar we 10 dagen zitten. Dus het is heel breed en daarvoor moet je bedrijven vinden die daar interesse in hebben. Ik denk dat iedereen die ooit een concert van het NSO heeft meegemaakt, zal beamen dat het een happening is. Het is niet alleen een concert, het is niet alleen de vorm van een concert. Het orkest komt op, de dirigent komt op, er wordt gespeeld, er wordt geapplaudisseerd. Het is echt een happening. Dat merk je in de zaal van de mensen die komen luisteren, die al een bepaalde connectie met het orkest hebben en een bepaalde verwachting hebben van het orkest, mensen die het orkest kennen. En je merkt het op het podium. Mensen spelen alsof hun leven ervan afhangt.